Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 10. We beginnen gelijk goed, want we hebben een interview met Will Buxton. Want we zijn aan het midden van het seizoen benaderd en dan hebben we altijd een interview. Dus die gaan we even beluisteren. Ja, er was dus een vloedstroming in de fabriek en dat heeft ons wel wat tijd gekost. Maar goed, we hebben dat gewoon gefixt en het team is gewoon weer klaar voor Spa-Francorchamps. Ik ben zelf ook klaar voor Spa-Francorchamps, hopelijk dat we punten kunnen pakken. Ik vind het allemaal wel goed, Will. With growing concerns about how much pressure your staff are under to hit deadlines. Care to comment? Nou, ik vind zelf dat mijn team gewoon goed werkt. We houden ons gewoon aan deadlines. Ja, maar voor die upgrade van faciliteiten hebben we geld nodig. En we hebben niet zoveel geld. Dus ja, dan kan er ook niks worden geüpgrade. There have been some improvements since I was last here. Have you been making a lot of investment in the facilities? Ja, dat zeg ik toch net. Dat zeg ik net. Dus had je maar moeten luisteren, Will. Oké, het interview zit erop. Heb jij de vorige aflevering in Hongarije gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechts met het i'tje. Klik daarop en dan zie je die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan dat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruiksnaam in de beschrijving. En dan gaan we lekker door met de kwalificatie voor de grootprijs van België. Ik zag dat we een aantal upgrades hadden. Dus ja, het team klimt langzaam naar boven toe. We gaan het zien voor de kwalificatie. We zijn aanbeland op een nat circuit. Spa-Francorchamps. De kwalificatie verloopt dus letterlijk in het water. Nee? Oké, dan niet. Laat maar. Ik dacht, ik wou even grappig doen, maar dat is dus mislukt. Ja, het wordt dus lastig voor ons, want de auto is nog niet snel. En ja, we hebben gewoon last van onderstuur- en overstuurmomenten. En ook op de Oroes moet je gewoon heel voorzichtig zijn, anders ben je daar gewoon de auto kwijt. Aan het einde van onze eerste run... Zet iemand de snelste tijd neer. Ik kan niet zien wie helaas. We schieten een klein beetje door, maar dat is geen probleem. We komen op een start-finish en dat is een P8 achter Christian Lundgaard. Dat is niet fijn om dat te zien, want dat betekent dat Lundgaard ons pakt bij de kwalificatie. 1.57.8 is de snelste raceronde die we hebben genoteerd. Sorry, is de snelste Q1 tijd die we hebben genoteerd. Dus daar hopelijk moet daar dus wat vanaf. Als niet, dan zijn we gewoon de pineut. En Lundgaard is gewoon heel sterk. 1,1 seconde rijden van onze tijd eraf in onze tweede run in de Q1 sessie. Zitten een klein beetje door, missen daardoor ook wat de apex. Bij de busstop chicane. En dan is het een P18. Onze laatste run gaan we dan weer in. Weer op een setje intermediates dit keer. Zijn het verse setjes intermediates. Wheelspin bij de exit, maar dat is geen probleem. Gelijk groen bij de delta. Eerste bocht nemen we gewoon goed. Lassoes namen wij dus goed. En eens kijken waar we zo meteen staan. Rood bij de delta. Verliezen wat tijd. Richting Oroes en Radion. We moeten daar een beetje liften, anders zijn we de auto daar gewoon kwijt. Rood in sector 1, groen in sector 2. Het is P19 op dit moment. Schieten een beetje door bij de busstopchicane. Dat heeft ons wat tijd gekost. De exit is ook niet goed. Maar we finishen onze ronde. En waar staan we op dit moment? Kan ik nog niet zien. Dat zien we pas bij de uitslag. Die verschijnt nu in beeld. Daar heb je hem nog eens het snelste. 8000ste sneller dan Perez en 40.000ste sneller dan Verstappen.
En Ricciardo daarachter op 55.000. Dus de top 4 zit binnen een tiende van elkaar. Maar waar staan wij? Dat is de vraag. Hamilton slecht. P5, Sainz 6. Bottas 7. En wij staan op een P18. Helaas komen wij tekort en gaan wij niet door naar Q2. Lundgaard op P21. Dus dat belooft nog wat voor de grote prijs van België. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 10. Welcome along then to the Belgian Grand Prix. The race that gave us the maiden victory for the Jordan team in 1998. And in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special around one of the many corners of this fan favorite circuit. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track is a great one for fans of pure speed. The average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Ricciardo, Lando Norris, and Hamilton, Leclerc, Sainz, Tsunoda, and Fernando Alonso, Vettel, Raikkonen, Lance Stroll, and Giovinazzi. Ocon, the Professor, Pierre Gasly, they've taken a grid penalty, and Nicholas Latifi, Lundgaard, Mazepin, Russell, and Mick Schumacher. That's it then, it's time to go racing, as we head to trackside for today's race. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid voor de grote prijs van België. Er kan regen aan het einde van de wedstrijd ontstaan. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 10 van My Team Career Mode. We starten op P16. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg van onze startplek. Beter weg van Lance Stroll. Maken een divebomb. Maar er zit iemand aan mijn binnenkant. En het is Yuki Tsunoda. Nee, dat was Pierre Gasly die daar aan mijn binnenkant zat. En die heeft volgens mij ook Charles Leclerc geraakt. Maar wij zijn naar een P10 in de punten. En kunnen hier dan Gasly misschien aanvallen op de exit? Nee, want die Honda motor loopt harder. En daar zit dan ook Yuki Tsunoda te kijken. Zit in mijn slipstream. Kijkt naar de buitenkant. Maar daar is geen plek. Remmen heel laat naar Gasly toe. Houden de auto gewoon mooi recht. En dat is P9. 2 punten tot nu toe. Dat is goed om te zien. Maar ik wil graag meer. De volgende heet Carlos Sainz. You're in the top 10 now. Ronde nummer 2 is het. Het is geel. Het was even kort geel. Nee, het was trouwens kort groen. Want er is iemand naar binnen. En dat is volgens mij Pierre Gasly. Die moet een nieuwe voorvleugel laten monteren op zijn Alfa Tauri. Het gat naar Carlos Sainz is 19e. Nog geen DRS. Die gaat pas in ronde nummer 3 in. Hamilton op P7. Dus dat doet hij niet goed, vind ik. Herhaling van de start in ronde nummer 1. De lampen sprongen dus aan in België. Weer een Red Bull 1-2'tje op de startgrid. Met Max Verstappen op pole position. De lampen sprongen uit. We waren ook gewoon goed weg. Verstappen verdedigt al gelijk die buitenkant. Wij zitten daar dan aan de binnenkant bij Pierre Gasly. Die raakt volgens mij Charles Leclerc. Is het een run naar Oroes toe. Het is daar gewoon 3 wijd naar Oroes toe. Maar een Alfa Romeo kiest eieren voor zijn geld. Dan denken wij hier Yuki Tsunoda. Sorry, Pierre Gasly in te halen. Maar het is dus mislukt. Yuki Tsunoda kijkt daar ook, zie ik. En dan maken we hier een aanval aan de buitenkant. En dat is gewoon goed gelukt. We hebben niemand geraakt. Ja, we hebben wel een Alfa Tauri coureur geraakt. Die is ook naar binnen geweest.
En zo verliep dus de openingsfase in ronde nummer 1. Dat was goed om te zien. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Het is bewolkt nog steeds in België. En die Alfa Tauri rijdt stijf achteraan. Wij rijden nog steeds in de punten op een P9. Dat is goed om te zien. Dat moeten wij ook vast zien te houden. Maar met de regenopkomst kan het misschien zo zijn dat wij plekken gaan verliezen. En het kan ook zo zijn dat we bijvoorbeeld een voorvleugel kapot rijden. Ik noem maar wat. Want dat is niet de bedoeling. Het gat naar Tsunoda is 5,7 seconden. Het gat naar Carlos Sainz is 3,8 seconden. Leider in de wedstrijd heet Max Verstappen in ronde nummer 5. En dat gat naar Perez is ongeveer 2 seconden. En die hebben een grote voorsprong naar nummer 3. De Red Bulls rijden gewoon weg van het veld. Dat is gewoon ja, fantastisch om te zien dit. Dan zijn we terug op onze eigen POV, point of view, terwijl het daar geel is. Er is daar iemand gespind. En dat is Lando Norris. Die is daar gespind. Volgens mij ook in de grindbak terechtgekomen. Want ik zie op het weggedeelte allemaal grindstrepen. Dat kennen wij van Lando. Waarom? In Engeland viel hij stil. Omdat hij ook was gespind. En duikt Lando Norris naar binnen. Nee, die rijdt gewoon door. Wij rijden trouwens ook gewoon door. En gaan zo meteen ronde nummer 6 alweer in. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Jeff adviseert, pas op. Het kan zijn dat je wat tire wear gaat voelen deze rondes. Herhaling van Lando Norris. Is hij hem dan kwijtgeraakt? Jazeker, en die geeft gewoon random gas. Waarom doe je dat, Tendo? Waarom geef jij gas? Echt poot omlaag doe jij als je uit een bocht komt. Dat is gewoon dom. En dan krijg je dit. Jammer maar helaas. Wij schieten er niks meer op, want we pakken geen positie. We moeten ons wel zorgen gaan maken om Charles Leclerc. Heel veel jongens zijn naar binnen gedoken voor een eerste pitstop. Ook Charles Leclerc volgens mij. Die rijdt op VSZ Soft. En dan schiet ik hier in de fout. En Charles Leclerc kan er gewoon voorbij. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Jeff adviseert. Nou jongen, kom op. Kop erbij houden. We hebben de plek verloren. Dus we moeten ons gaan focussen. Okay, we can take you this en ik vind gewoon dat wij naar binnen moeten. Want de softband gaat dit niet lang meer volhouden. Lewis Hamilton rijdt op die mediumband. Is hij daar ook op gestart? Volgens mij wel. Nu toe verloopt alles volgens plan. Ronde nummer 9 is het. En Lewis Hamilton duikt daar naar de buitenkant toe voor een aanval. We komen terug in de slipstream en kunnen laat remmen naar de Brit. Dat doen we ook. Hij laat gewoon ruimte voor ons over. Dat weet hij. En dat is nog steeds een P6. Hamilton probeert het dan aan die binnenkant. Lukt dat? Dat lukt net niet. Maar hij zit er wel. Lewis Hamilton zit daar wel. Is er voorbij. Maar deze bocht is voor ons. En we duwen Lewis daar gewoon een beetje wijd. Dat mag allemaal. Nog steeds P6 in ronde nummer 9. We komen aan bij Blanchimont. Zijn we al bij de bus op chicane. En Lewis Hamilton raakt onze zijkant. Is daar bijna gespind. En wij duiken naar binnen. Voor onze eerste pitstop. Maar dat was een raar moment met Lewis Hamilton. Ook Valtteri Bottas duikt naar binnen. We hebben ook volgens mij een voorvleugelschade. Als ik dat goed zeg, weet ik niet zeker. Ja, ook mijn teamgenoot is naar binnen. Christian Lundgaard. En volgens mij door die touché met Lewis Hamilton heb ik mijn voorvleugel beschadigd geraakt. 7,5 seconden duurde het, maar ja, dan heb je ook wat. We komen terug op P17. We hebben een replay van de crash van Lewis Hamilton en mijzelf. Dit keer een aanboord shot bij mij. Ik rij gewoon naar de racelijn toe en Hamilton raakt ons gewoon. En hij mag van geluk spreken dat hij ons raakte, anders was hij gewoon
voor ons neus gewoon gespind. Even kijken hoor, want doen wij iets verkeerds? Nee, ik vind zelf van niet. En Hamilton, ja, die raakt ons gewoon. Lewis Hamilton heeft ons gewoon geraakt. En valt daar ver terug. Aan boord bij Lewis Hamilton. Kijk wat hij dan doet. Hij duikt naar links. Wij volgen gewoon de racelijn. En ja, dan raakt hij gewoon onze zijkant. En is het over en uit voor de Brit. Want die moet hier gewoon nog even stilstaan. Ik denk bij mezelf, jongen, ja, je kon gewoon de pits inrijden, maar dat deed hij niet. En dan gaat het hier heel langzaam en is hij gewoon weer terug op de baan. Maar moet een extra stop gaan maken. En dat gaat hem heel ver teruggooien. Wij dus naar P17 op die medium banden. Voor ons rijdt Esteban Ocon. Dat gat is ongeveer 2,5 seconden. Latifi hebben we achter ons. Dat gat is 6,9 seconden. Het is daar in één keer geel. En ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar we remmen gewoon dat gat dicht. Naar een aantal jongens. Heel opmerkelijk incident. Volgens mij was daar iemand zijn voorvleugel kwijt. En moest daar de pits in. En vergalopeerde zich. Volgens mij bijna. Weet ik niet zeker. En we hebben Giovinazzi te gazen. Bij de Russell-chicane. Maar dat was al een aantal seconden geleden gebeurd. We gaan dus nu op naar Eau Rouge en de Radeon. En ja, we verliezen gewoon terrein naar Sebastian Vettel. Het gat is 18e ongeveer. En Giovinazzi zit in mijn DRS. Heeft ook slipstream. Kijkt naar de buitenkant. Dat lukt niet, want we kruisen terug naar de racelijn. En Vettel heeft Raikkonen verschalkt. Dan proberen wij hier Raikkonen via de buitenkant aan te vallen. Lukt dat? Via de buitenkant? Nee, net niet. Dan hebben we hier meer snelheid. Kijken naar de binnenkant bij Puhon. We zetten hem ernaast bij Raikkonen. En dat is P12. Op naar Sebastian Vettel. Maar die Aston Martin is gewoon heel snel. Dus dat gaat lastig worden. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Raikkonen is een seconde sneller en die rijdt op harde banden. Wij rijden op de medium compound. Ik denk ook omdat Raikkonen zijn banden nieuwer zijn dan die van mij. Klein momentje op Eau Rouge en Radeon, dat ziet Kimi Raikkonen. Die gaat ook voor een aanval, kijkt naar de buitenkant. Is er voorbij. Maar we proberen laat in te remmen. Dat doen we ook. En Raikkonen weet dat. En laat gewoon ruimte voor ons over. Dat is goed om te zien dat wij worden gerespecteerd op de baan. Klein beetje blokkeren. Maar dat is geen probleem. We zitten in ronde nummer 18. Een ronde later. Weer probeert Kimi Raikkonen het naar de buitenkant. En weer remmen wij heel laat naar de fin. Het begint ook te regenen, zie ik, op de lens van de camera. Want daar komen lichte regendruppels tevoorschijn. Nou is de vraag, gaat het harder regenen of blijft het zo? Mick Schumacher is uitgevallen bij de Radeon. Die is daar volgens mij gewoon stil komen te staan. Heeft daar een mechanisch fout. En dat is 0 punten. Oftewel, hij reed sowieso niet in de punten. Maar ik bedoel, geen puntenfinish. Sorry, geen finish voor Mick Schumacher. Raikkonen is ons voorbij. Ook Gasly is ons voorbij. Maar we remmen laat naar de beide rijders toe. Doen daar gewoon iets heel gevaarlijks. Snijden de bocht daar af. En doen we Raikkonen daar gewoon wijd. Heeft daar een momentje zelfs Kimi Raikkonen. We moeten oppassen met de corner cutting. Want anders geeft Michael Masi ons een tijdstraf. En dat willen wij niet. Er is een incident op track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Geen plan voor een safety car, want de marshals hebben de troep opgeruimd. We zitten in ronde nummer 20. Nog twee rondes te gaan. Weer een momentje op de Radeon. En weer zit Kimi Raikkonen te kijken. Weer plaatst hij een aanval naar de binnenkant dit keer. Oh, ik dacht naar de buitenkant. Oh, Gasly kijkt. Remmen laat naar Kimi toe. En dat is gewoon nog steeds P12. Helaas geen punten, maar goed.
Het is niet altijd feest, jammer maar helaas. Momentje op de curbstone. We merken dat we wat grip gaan verliezen in de banden, dus Jeff adviseert om het rustig aan te doen. En de IRS-fout is weer gelukkig weg. Want we hadden een fout bij de IRS dat hij steeds op overtake bleef staan en dat is dus nu gewoon weg. Raikkonen zit daar weer te kijken naar de buitenkant, wordt daar gewoon op het gas gedrongen door mijzelf. Kijken in de slipstream van Raikkonen, daar zit ook Gasly. En daar moeten we even wat raars doen om te zorgen dat wij niet worden geraakt door de Fransman Pierre Gasly. En raken ook Kimi Raikkonen. En dat is nog steeds P12. Raikkonen heeft zijn voorvleugel beschadigd. En de race zit er alweer op. Max Verstappen wint zijn thuis. Ja, sorry. Zijn deelstijfwedstrijd in België. Net als in real life. Perez naar het podium. Alonso pakt het laatste punt. Bedoel ik. Verstappen pakt het snelste race onder punt. En wij dus helaas niet naar de punten. Maar goed. Hopelijk op beter werk in Nederland. What a great race then, and what a magnificent victory here at the Belgium Grand Prix. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here. Maar goed, de uitslag van de wedstrijd. Max Verstappen wint de grote prijs van België. Pakt het snelste racerondepunt. Perez naar het podium voor Red Bull Racing. Een 1-2'tje dus voor het team. Bottas naar P3. En Gasly krijgt driver of the day. Wij dus naar een P12 vertrokken van P16. Hamilton naar P14. Pakt weer geen punten. Zijn tweede achtereen van de grote prijs dat hij geen punten pakt. En daardoor is het gat met Max en Perez groter geworden in het klassement. Kijk hoor. En één uitvaller, Mick Schumacher. En Mazepin op een ronde gezet. Achterstand naar Max en Hamilton bedraagt 44 punten. Bottas komt dichterbij aan Lewis en Perez nog steeds naar P2 in het coureurskampioenschap. Red Bull leidt 21 punten verschil naar Mercedes. Dus dat belooft nog wat voor de rest van het seizoen. En goed, ronde nummer 10 van My Team Career Mode Seizoen 1 zit er alweer op, mensen. We gaan ons opmaken voor onze thuiswedstrijd. De volgende aflevering is dus in Zandvoort. Alvast een sneak preview, wat ik nu ga zeggen. Er komt een andere livery aan. Een hele mooie livery. Maar dat zie je pas in de volgende video. Heb jij genoten van deze aflevering? Beloon het dan met een like. Heb jij niet genoten? Dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden? Zet het dan in de comments neer graag. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F21-21 My Team Career Mode content. Schakel ook een like belletje als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media. Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruiksnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F21-21 My Team Career Mode. Ga verder in Nederland.